Op het Nederlands Filmfestival in Utrecht is woensdagavond Bringing Up Bobby in première gegaan. What do you think, Clyde? Do you like it? Sure do, Bonnie. Are we getting it? Anything for you, Bear. De film is het scenario en de regiedebuut van Famke Janssen. Speciaal voor haar regiedebuut was Famke terug op Hollandse bodem. Hoe is het om weer terug te zijn in Nederland? Heel erg leuk. Ik kan mijn mooie nichtjes zien en elke keer als ik ze zie, zijn ze nog een meter gegroeid. En wat was het meest uitdagende van het regisseren van deze film? Dat we 20 dagen hadden om het te doen en dat het 40 graden elke dag in Oklahoma was. Dat was zeker heel uitdagend. Bij de première waren ook de nodige celebrities aanwezig. Zo lieten filmkenners Red en Yellow zich op de rode loper zien. Ik zie dat er nog meer Amerikaanse celebrities aanwezig zijn. Wat vind je ervan? Oh, die gele en die rode. Ja, die zijn ook gekomen. Leuk. Gaan we straks opeten. Ja, leuk dat ze zijn geweest. Echt leuk. Jammer dat ik helaas niet mee met ze op de foto kom, maar ja, wel leuk. Ja, schitterend. M&M, hè, dat hij in Nederland is. Geweldig. Road to ruin starts at a very early age. Amen. Bringing Up Bobby gaat over een Oost-Europese oplichter die regelmatig moet vluchten met haar 11-jarige zoontje Bobby. De film is in het voorjaar van 2012 in Nederland te zien.